Jean en Jean. Van Stranger staan hier bij me. Ja. Hij ging lekker, hè? Hij ging fijn. Echt, ja, hij ging ongelooflijk fijn. Fijn publiek, super georganiseerd, erg blij mee. Echt. Wat maakt Almelo bijzonder? Wat maakt Almelo bijzonder? Nou, zo'n gratis festival, dat maakt Almelo wel heel bijzonder. Ja, maar voor mij dat wel 30 keer gezegd. Ja, maar ik vind dat heel bijzonder. Echt, een, voor zo'n soort grote festival betaal je meestal 25 euro, 20 euro. Ik vind dat heel bijzonder. Ja. Die organisatie dat zo doet en zo oppakt, zo professioneel. Ik vind het grote klasse. Ja, dat is knap. Stranger gaat best wel lekker de afgelopen jaren. Doe je daar wat bijzonders aan? Of plug je? Nee. Op zich hebben jullie zitten wel natuurlijk in de niche-markt van de muziek een beetje. Het lag een hele poos op zijn gat. Ja. Ieder doet wat voor zich. Ja. En wanneer zijn we elkaar weer tegengekomen? Ik denk anderhalf jaar geleden. En toen werden we gevraagd op een feestje te spelen. We hebben de boel bij elkaar geroepen. Van jongens, even voor de gein, weet je, kwartiertje. Ja. Van een kwartiertje spelen kwamen we op een festival terecht. Met echt grote bands. En van dat festival kreeg men een platencontract in Nederland, Duitsland. Nu staan we hier. Dus het gaat allemaal tering snel. We doen een paar optredens en we zien wel. Toen we nog jonge goden waren, deden we ons best. Ja. En toen werd het niks en nu doen we wat en nu gaat het gewoon lopen als een speer. Ja. Dus ja, raar. Heel vreemd. Maar ja, als je dan een platencontract hebt, dan wordt er wat van je verwacht. Dus wat zijn de plannen? Ja, wat zijn de plannen? Geen idee eigenlijk. Geen. Nee, dat ben helemaal geen plan. We doen wat we doen nog een keer wat met Distillator en zo. Ja, 23 november, je hebt je studio Almelo. Ja. Stranger Distillator. Ja. Je hebt gewoon een platencontract, blanco check en je mag wel doen. Nee, geen blanco check. Nee joh, zo luxe is het allemaal niet hoor. Die jongen, CD is uitgebracht en die is naar China of naar Japan gegaan en dergelijke. Maar jongen, dat levert allemaal niks op. We zijn blij met alles wat we krijgen. Echt. Het is meer een geintje, we zouden eigenlijk niks meer doen. Ja. We zijn allemaal een beetje op leeftijd, dus we doen allemaal wat anders. Ja. En dit is allemaal extra, joh. Dit zijn cadeautjes. Dit is geweldig. Ja, toch? Ja, denk jij er ook zo op? Ja, net zo. Ja, het is puur fun. We zitten allemaal andere bands. Ik doe Bottleneck Rockers, hij doet Jurassic Park. En zo nu en dan, dat knalt er in een hek uit elkaar. Dan komt dit bij elkaar en doen we leuke festivals. En er staan een paar leuke dingen in de agenda, maar ja, even kijken wat het allemaal wordt. Maar geeft dat dan ook een andere rust op het podium dat eigenlijk niet meer uitmaakt? Dat geeft rust, want niks moet. Het is puur hobby en we doen het voor de fun. Dat geeft enorm rust. Het is natuurlijk wel heel fijn dat ze meedoen, maar het geeft gewoon veel meer rust. Joh. Het is echt een funband voor de lol en meer ook niet. Dus het geeft heel veel rust. En nou rap naar de biertap? Rap naar de auto, want ik moet rijden. Ik kon geen gek vinden die me wou brengen. Ja, dus ik ben... En ik wou mijn chance laten, maar dat wou hij ook niet. Hey, studio kun je slaan. Ja. Nee, anders ging hij rap naar de biertap, zeker. Nee, maar dat wordt hem niet, helaas. Rap naar bed. Rap naar bedden. Dankjewel, jongens. Jullie bedankt. Top. Thanks. Bye.